Maar als het tegen je hoofd aankomt, dan stuitert hij af. Dus het is afwerend voor mensenhuid. En voor huid. En het kunstgras is ook gewoon een soort van, als het eraf wordt geslagen, dat het zo met een elastiek vast zit en dat het weer gelijk terug wordt gezet. En als je balletje erin komt, dan wordt hij vanzelf met een soort van haardroger eruit gespuit, geschoten, zodat je hem weer kan pakken. En je hoeft geen moeite te doen. En dat is dan de golfbaan onderop. Je hebt 4 banen. En als je daarnaast kijkt, daar heb je een discotheek. Maar met geluidsdichte muren, dus je hoort het niet. En echo is daar niet mogelijk. Dus je hoort het niet zoals in een moskee, dat het echo en dan weerkaatst en heel hard wordt, nog harder. Technology again, hè? En je hebt er 2 van en in 1 van die... links naast de golfbaan is er eentje met erin lasergamen. Okay. Als je geraakt wordt, dan gaat er een muziekje af. Een soort van... Tum, 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 tum. Dan ben je af. Uh-huh. Dus als je dat hoort ergens in de lasergamezaal, dan ben je af. En dan werkt je laserpistool ook niet. En het is gratis om er naar binnen te komen. And how much do you pay for going on this cruise? And how long does it take? 50. En het langste wat je erop kunt blijven is een zomervakantie lang. With food and everything? Ja. For 50 euro? Ja. Maar kijk, de eigenaren hier bijvoorbeeld in dit roeibootje hier zo zit Mark Zuckerberg. Hij wil ook mee. Hij is... Bill Gates en Mark Zuckerberg zijn de uitvinder van dit cruiseschip. Well, you are. Ja, maar kijk. You work with them. You collaborate with them. En dan heb je ook nog een soort van stiltehoekje met geluidsdichte muren. En zelfs het hardste geluid komt er niet doorheen. Zelfs niet als je met een hele grote smashhammer tegenaan slaat. Maar dan gaat de muren wel kapot, denk ik. Nee, de muren gaan niet kapot, want het wordt... Alle dingen zijn soort van kindvriendelijk. Als je bijvoorbeeld met een hamer slaat en je slaat op je duim, dan kaatst het weer terug, omdat het... It has a sensor and feels your skin. Ja, en dan stuit het weer terug, maar het is alsnog sterk genoeg om een spijker in de muur te slaan. That's amazing technology again. I presume you're going to invent all this, hè? Ja, maar het zal me wel heel lang duren, denk ik. Yeah, a lot of studying and stuff. Never mind. Rowan, by the time you've heard all these cruise elements, it sounds amazing. En ik heb hierbovenop is, exactly. Hier zo is een... Ja, yeah, carry on. Yeah, is een duikplank, ongeveer zo hoog, dus je kunt erin springen. Hier is dan een zwembad. Hij is ongeveer zo diep als deze 2 laagjes. Ja. Yeah. Dus je kunt van zo'n hoge duikplank, kun je allebei vanaf springen. Mag ik ook nog wat vertellen? Yes. Time out. So, Rowan, I believe you have a cruise ship that is mighty as well, eh? Ja, and ik heb nog meer te vertellen. Can you just give us a summary? What because I've forgotten all the stuff that you had on your cruise boat. Ja, ik had Trump Square, ik had een restaurant. What kind of food do they serve there? Oh, ja, wat je wil, want je mag... Bless you. Je mag even, want deze eigenaren... Are you not the owner? Even nog een feitje. Are you not the owner? Ja, ik ben samen met andere mensen de owner. De eigenaren en ik, wij hoeven geen geld meer, want we hebben al alles wat we hebben, dus het is gratis om het op het schip te komen. So basically, you could use a cruise boat. Het is gratis om het op het schip te komen. So for people who have no money or have been through a really bad time, would that be nice to bring them on the cruise boat? Ja, iedereen mag gewoon gratis opkomen. Yo, zolang nice. Zolang je het maar niet sloopt. And so you were saying a jump square? Je moet al die dingen onderhouden. En als je geen geld krijgt ervoor, dan raakt je geld. No, but he has loads of money, so he's like the Mark Zuckerberg, and then nice.
En Bill Gates, dus ja. Yeah, he has more money than those two together. En ik werk ook iets voor iets anders, dus ik krijg dan weer geld erbij. Right. Dus so, ik krijg per maand ongeveer 10.000 euro. That's fantastic. If you earn that per second, then you'll be able to do this. So you were saying, so you had your jump square, your club, you have your cinema, right? Oh, cinema! Ja, dat heeft mij dus. Daar denk ik natuurlijk zelf wel echt aan, want ik hou echt heel veel ervan. Okay. Hey! Is een soort van... No. Guys! Yeah, guys! Time out. Okay, what else have we got here? Wij hebben nog een cinema. Wij hebben waterjets hier. Oh yeah, this one's here. Wij hebben waterjets hier. En het maximale snelheid is 70 km per uur. Dat je over het water kan racen. Het kost niet gratis, maar het kost... Het kost gewoon 20 euro om op de schip te komen. Wow, that's even better than the 50 euros that you had, hè? Huh? Ja, maar ik heb meer te onderhouden. Bij mij mag je zelfs een spijker tegen de muur slaan. Als je een foto op wilt hangen voor die tijd. Aha. Hey, kijk, bij mij, je hebt ook nog zo'n bioscoop. En je hebt ook nog een... Aquarium. Didn't we have an aquarium somewhere? Yeah. Yep. And you could swim in the sea, you were saying. There's like a fountain of seawater coming in. And then you can swim there. Ja, en je waterjet. Yeah. En je hebt een waterpark hierop. Hey, does anybody have a sauna? I would really like a sauna. Ja, die heb ik. After dancing my ass off. En die heb ik. En je hebt een dancing arena. Yeah. En een dancing arena. En je hebt een bouwerszaal. En daar kan je van alles bouwen. Oh. En je hebt kleine pistooltjes waarmee je dan kan je bijvoorbeeld iets spelen. Bijvoorbeeld, je kan dan achter die gebouwtje gaan staan. En dan kan je op een gebouwtje schieten. En dan kan iemand daar niet achter verbergen. En dan kan je iemand schieten. En hier heb je dan zo'n gesp. Met in het midden zo'n rondje. En als degene daarop mikt met zijn laser, dan hoor je game over en dan ben je af. En dan begint het spelletje. But and Kai's was da 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 da. When you finish your paintball, your laser game, hè? Bij mij hoor je game over. Game over. Hey, and the ideal thing would be if those two ships came together, and then you guys can add all the money that you need together, and you can provide fantastic cruises for everybody. Maar dat heb ik ook. Ik heb gewoon maar een zoekenwerk die heel veel per seconde verdient of zo. But don't you want to work together with this guy? En bij mij is als gast hier... Do you want to work together with this guy? Ja, heel veel. You do, yeah? En als gastheer hebben we hier zo Messi en Ronaldo. These are all men I'm hearing. Where are all the women in the world? Wij hebben het hele nationaal Nederlands vrouwenteam. Oh, de voetbal. En ook nog nationaal. En we hebben ook nog Ajax uitgenodigd. En Wonder Woman. En de vrouwen van Ajax. En het meisjesteam dat speelt van Ajax. Voor Ajax. Okay. Well, I think you guys have amazing ideas, and I am waiting for the day that I can buy a ticket for you. Oh, I don't need to buy anything for you, and buy a ticket for you, and that I can go on a cruise of my life. Weet je waarom het bij mij zo duur is? Ik heb al die mechanismen nodig, yeah. Zoals gras dat vanzelf teruggaat, dingen die afstoten bij huid, een buis die zelf gaat als er een balletje tegen de muur aan gaat. Definitely. You are advancing technology as we speak. Excellent.